Oh ja, dat is misschien lekkerder zo. With the crossed legs or... Een rechte plank. Een visgaatpatroon. Ik ben voor rechte planken. Toch hè? Nee, ik wil de bloemskikken. Ik wil de, volgens mij bij de brandweer. Kunstenaar. Etaleuze. Etaleuze of lerares Nederlands? Ik denk ballerina. Jaloezie? Gordijnen. Ja, omdat dat toch het meest aankleedt in een interieur. Gordijnen. Houdt die jaloezieën? Sowieso de woodways. Ja. Do what makes you comfortable. It's not about the trend, it's about you and it's about your space and where you are going to spend your time. So it's always about the people, never about the trend. Warmte erin brengen. De klant is eigenlijk altijd te bang om kleur te gebruiken. En we willen eigenlijk graag, zo gauw ze dat zouden doen en durven, dan wordt een interieur echt veel spannender. Mijn tip voor het inrichten van een huis is verbinding. Verbinding in of stijl of kleur, maar dat er ergens een verbinding is, dat het een rustig geheel wordt. Hou het bij jezelf, persoonlijk. Het hoeft geen showroom te zijn. En kijk vooral naar je eigen wensen, wat je belangrijk vindt in een interieur. Durven. Zorg voor rust en dat je echt thuis kan komen en kan ontspannen. Maar een stukje durf maakt wel het grote verschil. Op ideeën brengen die jou hadden kunnen zijn. Ik vind die slogan gewoon super goed. En het omvat alles, want wat ik al zei, je gaat out of the box. Het voelt toch heel eigen en dat is uiteindelijk alles wat je nodig hebt. Ik kan in één woord ongelooflijk. Omdat we een team hebben met heel veel passie voor wonen.